Ik heb er geen probleem mee, maar het is wel gemakkelijker in mijn eigen taal. De Koerden bevinden zich op een zeer lange zoektocht naar hun eigen identiteit. Een zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling die gestuurd wordt vanuit een sterk groepsgevoel, zelfs over de landsgrenzen heen. Deze zoektocht naar een eigen identiteit is niet nieuw en houdt ieder van ons constant bezig. De Koerdische kwestie kan niet worden gereduceerd tot een geloofskwestie, al is het volgens mij toch ook een zeer belangrijk aspect. Ik wil hier niet ingaan op de verschillende religies, levensbeschouwingen en normen en waarden. Integendeel, ik wil de basis van het zijn van het leven met jullie bespreken. Eğer danıştandım bu hefkari nevi, ev merhumi kariyec aştiye kilişki bağlı, ev aştid ve hebe hatta bu merhumi kariye hürmet ecbiru bağırı hevra, jnasnama hevra bu ki. Jbo tişteki başı veri amade kirin, yeki bu bümini, aştiye ki bu bümini fazla bezi, gerek her muhatap hevdu kabul bukin. Hürmeti, ihtiramı, nasnamaya hevdu da bukin. Eğer böyle nedir, ev aşkıcı ki depresyoloji de nabi. Les Kurdes n'ont pas eu l'occasion de participer au pouvoir central pour qu'ils puissent participer aux affaires de corruption. Donc, l'élite nationaliste kurde en Syrie, ils ont les mains propres. Et malgré eux, parce qu'ils n'avaient pas même l'occasion de participer à l'administration de l'État pour participer à la corruption. Et encore, les nationalistes ou le mouvement national kurde en Syrie, toutes les tendances confondues, ils n'ont pas participé à des conflits intercommunautaires. Nu, Rusland ziet ook wel, en dat is heel duidelijk denk ik, na de eerste maanden dat het conflict een gewapend karakter heeft gekregen, vooral laten we zeggen naar de zomer toe van 2012, dus vorig jaar, dat Rusland ook wel ziet dat als het conflict verder gemilitariseerd karakter krijgt, dat eigenlijk de Russische belangen, want geen enkel land acteert volgens de belangen van een bevolking ter plaatse denk ik, iedereen speelt zijn eigen belangen vooral uit, dat ook de Russische belangen daardoor in gevaar dreigen te komen. En vandaar, en dat is op zich in dit geval eigenlijk positief, want vandaar dat Rusland eigenlijk zich zeer actief toont de laatste maanden op het diplomatieke front. Zeer actief op het diplomatieke front. Het is begonnen met een voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov al in juni vorig jaar voor een vredesplan dat eigenlijk rechtstreeks de aanleiding was voor wat men de actiegroep rond Syrië heeft genoemd. Een bijeenkomst van de belangrijkste internationale actoren, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, ook Turkije, Qatar, een actieplan om te komen tot een politieke oplossing van dit conflict. Dat gaat dan over onderhandelen, dat gaat dan over uiteraard eerst het staakt-het-vuren en dat gaat dan ook over manieren om tot transitie te komen met als einddoel, en zo staat het in dat document van die actiegroep, dat eind juli, begin juli is afgesloten. Met als einddoel een democratisch, pluralistisch en één Syrië. Koerdische vrienden, ik zal mij blijven inzetten voor de Koerdische strijd, in welk land ook, in het streven naar meer autonomie, een volwaardige erkenning van de Koerdische taal en cultuur, in welk land de Koerden zich ook bevinden. Maar dat moet wel gekozen worden voor de weg van de politieke en de vreedzame, op de vreedzame weg. Mogelijk kan één van de vormen van het federalisme u daarbij helpen. Want federalisme is een uiting van een democratische weg naar meer openheid, meer transparantie en tegelijkertijd de erkenning van de eigenheid van een bepaalde bevolking. Dr. Gaat Issa heeft een kleine woord gegeven dat de Koerden in Syrië zijn met schone handen. Als je hem vergelijkt met alle... met de Shia of Sunna of Arabieren of anderen. Is dat hulp voor de Koerden in de toekomst, dat die
Europa gaat die Koerden met schone handen steunen om kunnen die democratie in Syrië voorbereiden? Dat zeg je, de Koerden in Syrië hebben lange tijd, maar zeer extensief, maar bijna nooit de wapens opgenomen. En nog vandaag gebruiken ze de wapens, denk ik, in mijn opzicht, vooral uit de zeer defensieve opstelling, namelijk de verdediging. Want dat kan je niet altijd zeggen van de gewapende oppositie of een deel van de gewapende oppositie in Syrië. Wat de Koerdische positie interessant maakt, is dat zij in elk geval blijkbaar erin geslaagd zijn om tot een goede verstandhouding te komen met wat ik zou noemen de meer links-nationalistische, links-nationalistische oppositie in Syrië, meer bepaald binnen de Nationaal Coördinatiecomité voor de Democratische Verandering. En dat laat ons zeggen, men daar een dialoog heeft kunnen hebben over ook de toekomst van de Koerdische kwestie in Syrië. En dat heeft natuurlijk te maken met aan de ene kant, denk ik, de zeer constructieve opstelling van in eerste instantie de Democratische Uniepartij in die coalitie. En aan de andere kant natuurlijk ook die andere mensenrechtenactivisten, die toch wel heel talrijk zijn in dat coördinatiecomité, die heel goed beseffen dat ook de Koerden hun rechten hebben en dat ze best ook heel ernstig worden genomen. En op die manier zijn ze tot een dialoog gekomen en hebben ze een goede verstandhouding gekregen. En dat is voor mij een heel interessant model. Les élites kurdes ont été écartées des affaires politiques par les élites qui se sont succéder au pouvoir. Actuellement, il n'y a pas d'officier kurde décidant. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils ont purgé l'armée, ils ont exclu tous les Kurdes de l'armée syrienne. Donc il n'y a pas d'officier supérieur kurde. Il n'y a pas de diplomate dissident kurde. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissaient même pas les Kurdes occuper des postes dans la diplomatie syrienne. Il n'y a pas de directeur général kurde dissident. Et parce que l'élite arabe empêchait, il ne donnait pas l'accès aux Kurdes à l'administration centrale. Il n'y a pas de ministre dissident kurde parce que c'est toujours l'élite kurde qui était exclue. Comme ils étaient exclus des affaires publiques depuis la création de l'État syrien jusqu'à maintenant, mais ils n'ont pas eu la possibilité tout simplement de pratiquer la répression et de la corruption. Parce que le système syrien, il fonctionne selon le clientélisme, donc la redistribution de pouvoir par la cooptation et la redistribution de la richesse par la corruption. Do you know which kind of the Islamic organizations right now is fighting in Syria also against the Kurds? And those Islamic organization has contact with which kind of the countries like Turkey or Iran or here there? On the one hand, states like Qatar and especially Saudi Arabia, because Saudi Arabia is especially supporting the Salafist elements in these groups. And on the other hand, these kind of private networks and funders of all kinds. That helps support financially, but also logistically, these groups. Turkey is playing with fire by opening its borders for this kind of war veterans coming from all kinds of regions, like Libya. You know, there are Libyans active in Syria, former Afghan veterans in Syria, from Iraq, of course, from the resistance movement there, some of them cross the border. As you find as well, Iranians and members of Hezbollah, apparently. So there's an outside struggle inside Syria, not only by financially, politically, but even by troops, military elements, members of certain groups active. De politieke druk moet opgevoerd worden. Er is hier en daar van bepaalde landen enorm veel druk, andere landen is duidelijk minder, zijn zeer behoedzaam. Maar om zomaar te gaan zeggen, wat inderdaad door de voormalige premier van België gezegd is, dat we de rebellengroepen moeten gaan bewapenen, lijkt mij toch iets te vergaand en lijkt mij niet echt de oplossing te zijn voor de situatie
Ik ben voorstander van het opvoeren van bijkomende diplomatieke druk door de Verenigde Naties, tegelijkertijd ook door Europa. We hebben hier dus de diensten van mevrouw Ashton, die dus een vorm is van een Europese diplomatie. Maar waar dat we jammer genoeg moeten vaststellen dat er ook weer wat verdeeldheid bestaat binnen Europa over de aanpak ten aanzien van de rebellen, ten aanzien van het regime. The most of the top members, top ranking members of JAPA and Nusra's network come from the jihadi network from Abu Musab al-Zarqawi. He became quite known during the crisis in Iraq. In the early 2000s, the network of al-Zarqawi was launched as the Iraqi branch of al-Qaeda. In the early days of al-Qaeda in Iraq, the warriors from Syria and Lebanon were very renowned in this group. Syria in those days was a transit zone, not only for weapons, but also for financial support from the Gulf states. A transit zone for warriors as well. In 2007, the al-Assad regime stopped tolerating the presence of al-Qaeda in Iraq, in Syria. They executed some of their top-ranking members. Most of the jihadis fled to Iraq. On international level, their role was important until designation by the United States. Qatar, one of their main suppliers for arms and money, withdraw its support from to JAPA and Nusra. Now their main supporter is and still remains Saudi Arabia. L'autogestion, c'est un concept au même temps lié à un paradigme, un tout global qu'on appelle la société démocratique. La société qui se nourrit de l'éthique, la société politique, pluraliste, laïque, démocratique, dont le détail est bien expliqué par le grand penseur proche-oriental et international, Öcalan. Öcalan, il a consacré une partie très importante de sa vie à développer le concept ou le paradigme ou le tout qui s'appelle la société démocratique et politique, qui se nourrit de l'éthique. Donc ce concept, il est lié à un tout, ce n'est pas un concept isolé en soi. Donc pour comprendre la richesse démocratique de ce concept d'autogestion, il faut le voir et comprendre dans son ensemble, dans le tout total. Mais ce concept elle fait partie essentielle de la société démocratique, politique, moraliste ou qui se nourrit de l'éthique, éthique si on peut dire. Depuis cette révolte, les Kurdes syriens sont littéralement pris entre deux feux. D'une part, il y a le régime Assad qui pendant des décennies opprimait la minorité kurde et d'autre part, les groupes d'opposition soutenus par la Turquie, les pays du Golfe et l'Occident qui, et encore selon le cas, ne soutiennent pas fortement la cause kurde. Depuis le début de la révolte, l'armée syrienne, pour des raisons tactiques, s'est retirée de la région kurde dans le nord et les Kurdes syriens ont réussi en grande partie ou en partie à prendre le pouvoir dans ces régions plutôt kurdes. Ceci au grand dam de la Turquie qui craint comme la peste une deuxième région semi-autonome kurde dans un pays voisin. Ceci a amené la Turquie à interférer en Syrie en soutenant l'opposition syrienne. En appuyant certaines petites armées fondamentalistes islamiques en Syrie, l'État turc tente de déstabiliser les régions kurdes. Jusqu'à présent, les Kurdes ont réussi à éviter les plus dures batailles, mais les récents combats entre les Kurdes et les forces gouvernementales à Alep, par exemple,
d'une part et entre les Kurdes et les milices islamiques de l'autre part d'autre côté assez canier, rendent de plus en plus difficile le maintien d'une position neutre. Les Kurdes syriens sont politiquement et géographiquement isolés et les aides humanitaires y arrivent difficilement. A lot of rumors were before saying that the PYD and the Kurdish side, they are just beside the government and the regime forces. It's not true at all. We were fighting against the regime, but with a different strategy. We didn't like, as has been in all the history, the Kurdish people to be the soldiers for the others, especially those Salafist groups. We didn't like to be soldiers for them. We should clearly fight for our rights, for our demands, for our future, and even by our colors, by our demands for freedom and democracy. And even by this agreement signed by two sides, the Kurdish people and the Kurdish fighters, they wouldn't go to Damascus or Aleppo on the other side, because we believe each Syrian, if he has organized himself and defend his area, so the problem will be finished in Syria soon. As Kurdish people, we could do it. So we don't need to go to Damascus. We don't need to go to Dara to fight, because already there are some people there and they didn't organize themselves and they can't defend themselves. So why should we go and defend them in Dara and Damascus? And what we have done as a Kurds, we have done what we have agreed with our Arab partners in the National Coordinating Body. We would agree on that, and we could do it. We could adopt the, but the Arab side didn't do it, so it's their problem, not our problem. And because of that, our people struggling, they wouldn't go to Dara, they wouldn't go to Damascus, they wouldn't go to Homs to defend. But we will defend our land, Kurdish areas and Kurdish cities. We wouldn't allow the regime's forces to go through, and even we wouldn't allow those Salafist and jihadist groups to come to the areas. But those Free Syrian Army, we believe those are real Syrian army. They defend the civilians, and they defected from the Syrian army for defending civilians, so we can have a good relations, and we can be agree with them to defend our civilians in all Syria. So this is okay. Je veux remercier tout le monde qui est présent ici.